dat taalontwikkeling iets met je doet. En op een gegeven moment ontwikkelt een taal zich. Zelden dat je zegt, ik begrijp het niet meer. In dat stadium zijn we inmiddels al lang aangekomen. Hier in Nederland meer dan in België. Hoe komt dat? Als je de Belgische radio aanzet, de Vlaamse radio, die minister is bekommerd, want hij kan zijn begroting niet rondkrijgen. Nou, wij kennen het woord bekommerd alleen maar in kerktaal. De politie heeft een man wenend in huis aangetroffen. Wij gebruiken altijd het woord huilen, maar het woord wenen is in het Vlaams een heel gewoon woord. Ook dialecten zijn veelal conservatiever dan het Nederlands. En studenten kunnen vragen, hoe komt het dat een woord verouderd is? Nou, door culturele ontwikkelingen, denk maar de opkomst van internet, krijg je nieuwe woorden. Maar als je dat even buiten beschouwing laat, is het antwoord heel simpel. Als een woord niet meer gebruikt wordt, veroudert het. En waarom wordt een woord niet meer gebruikt? Dat weten we niet. Waarom gebruiken ze een woord in België nog wel en wij niet? Dan zeggen we, taalontwikkeling is autonoom. Als genoeg mensen een woord maar niet meer gebruiken, wordt het verouderd. En dan merk ik dat ik woorden nog niet als verouderd ervaar. Die mijn kinderen wel als verouderd ervaren. Ik heb zelf tot in de jaren 90 het standpunt verdedigd, joh, die paar moeilijke woorden leer wel. Ik heb zelf op een middelbare school gezeten, dat was nog voor de opkomst van de reformatorische zuil. Daar werd de nieuwe vertaling gebruikt, zo noemden ze die toen, de editie van 1951. Nou, de Statenvertaling was wel iets archaïscher, maar ik heb nooit op de middelbare school het argument gehoord, jullie gebruiken een verouderde vertaling qua bijbelgebruik, qua woordgebruik. Maar dat laat wel zien hoe snel de taal veranderd is. De mensen die moeite hebben met de taal van de Statenvertaling, hebben ook moeite met de taal van de nieuwe vertaling van 1951. En zo snel is de laatste decennia de taalontwikkeling gegaan. En je kan het beeld van een sloot gebruiken. Je moet natuurlijk niet continu herzien, want een bijbelvertaling heeft ook iets van de kerk, iets van de generaties, dan moet je niet heel snel een woord gaan vernieuwen. Als je rekent vanaf de originele Statenvertaling, dat heeft, als je naar 1888 gaat, dan heeft dat 250 jaar geduurd. Maar op een gegeven moment wordt een sloot zo breed, ja, eerst durft iedereen over een sloot te springen, en dan iemand die goed kan springen, en dan nog een waaghals. Hoeveel woorden moet je niet kunnen begrijpen om toch nog te snappen wat er staat? Heel lang kan je nog dingen snappen, maar op den duur ga je steeds minder snappen. Ongetwijfeld, als mensen dan zeggen, is dat nou allemaal wel nodig, zo'n bijbelvertaling te maken? Ik ken iemand die was onkerkelijk en die leest nou als de krant uit de Statenvertaling. Ja, ik ken mensen die als kind geen Engels kennen en die lezen nou Engels als de krant. Begrijp je, dat voorbeeld gaat in die zin niet helemaal op. De een is veel taalvaardiger als de ander, maar de bedoeling van een bijbelvertaling is niet dat een enkele kenner hem goed kan volgen, maar dat iedereen hem goed kan volgen. Ik zeg er wel bij, hoe dan ook is het belangrijk dat kinderen jong gaan lezen. Hoe komt het dat, dat mensen woorden niet meer begrijpen? Nou, dat kan aan dat ze puur te weinig lezen. Als je weinig leest, dat van huis uit niet meegekregen hebt, sta je hoe dan ook op achterstand. Maar wanneer gaat het echt mis? En los je het ook met lezen niet meer op? Als kinderen woorden niet alleen niet meer horen, vader en moeder gebruiken ze niet, op school worden ze niet gebruikt, in de kerk worden ze niet gebruikt, maar ook niet meer lezen. Wij kunnen het ons niet voorstellen, maar in 1938 kon een seculiere uitgever het zich nog veroorloven een boek uit te geven waar niet over zieken, maar over kranken werd gesproken. Ik heb een boek in mijn boekenkast staan over, van een Joodse schrijver over Jezus van Nazareth. Het is wel een godsdienstig boek, maar het is uitgegeven door een seculiere schrijver. Het was ook niet een christelijk boek. En daar staat kranken. Dat zal toen wat verouderd geweest zijn, maar dat kon. Nu zal geen ene uitgever binnen de griffmiddengezind een manuscript accepteren waar kranken staat. Toen de werf waar mijn vader werkte 100 jaar bestond en de eigenaars waren cultuurchristenen, vrijzinnig hervormde christenen, toen stond er bij het jubileum deze werf, worden eigenlijk der genodigden verwacht. Nou,
Ik denk niet dat als een gemeente een paar honderd jaar bestaat, of dat er staat bij het herdenken van het honderdjarig bestaan onze gemeente, worden eigenlijk der gemeenteleden verwacht. Dan zeggen we, ja, maar dat snappen we nog wel, maar dat voelen we al zwaar verouderd aan. Maar in de jaren 60 kon dus in een seculiere publicatie dat nog gewoon gebruikt worden. Dat was al enigszins verheven Nederland, maar dat vond men... begrijpelijk, in zo'n officiële publicatie gebruik je enigszins verheven taal. Om duidelijk te maken, een taal ontwikkelt zich door. Maar het gaat toch niet om het begrijpen, in die zin, het is toch geen verstandszaak. Ons hart moet toch geopend worden. De Bijbel is toch een boek dat wordt door de natuurlijke mens niet verstaan. Dat geef ik onmiddellijk toe. Maar dan gaat men twee dingen door elkaar halen. Om de diepste boodschap van de schrift te verstaan, heb je het licht van Gods geest nodig. Maar het begrijpen van wat met woorden bedoeld wordt, is een ander verhaal. Iemand kan alle woorden begrijpen, de zinsconstructies begrijpen, de volgorde begrijpen. En dat toch de diepste kern van de schrift hem ontgaat. Het omgekeerde kan gelukkig ook, dat iemand heel veel woorden niet begrijpt en heel veel zinsconstructies niet helemaal kan plaatsen en dat toch zijn hart wordt aangeraakt. En maar een Bijbelvertaling moet in principe te begrijpen zijn. Hè? Er is voorgelezen, verstaat ge ook wat geleest? Dat woord verstaat ge is dus al een voorbeeld van een verouderd woord. Als ik zo straks vraag, heb u me allemaal verstaan? Dan denk ik dat u dat opvalt als, heb ik hard genoeg gesproken? Dat u niet denkt dat ik bedoel, heb u mijn betoog begrepen? En maar verstaat ge ook wat gelezen? Begrijp je ook wat je leest? En in het geval van de Kamerling heeft het echt niet op de woorden vastgezeten. De vraag was, over wie heeft de profeet het niet? Welke woorden staan er nou? Ik snap heel die woorden niet. Die snapte die man heel goed. Hij heeft dus een Bijbelvertaling in het Grieks gekocht. Want dat was de taal die... zeker de bovenlaag altijd beheerste, en dat zat hij te lezen. Maar hij weet niet wie de knecht des Heren is, over wie de profeet spreekt. Is dat de profeet zelf, is dat een ander? Hij kan er niet uitkomen. Hij voelt ergens aan, dit kan de profeet niet wezen, maar wie dan wel. Wat wil ik ermee aangeven? Als we gaan zeggen, ja joh, maar je hart moet toch geopend worden, dat is waar... Maar dat is van een ander niveau als het begrijpen van woorden.